Van champignons met ui erop ook in de pan. En dan rustig indampen. Zeg maar niet te niet over vuur. En dan mooi inkookt. En dan wordt het een soort kompot eigenlijk. Gelijk zout erbij, zodat hij zijn vocht verliest. En andere kruiden? Nee, deze is gewoon neutraal. Die maken we later aan. Het komt in een, bij het voorgerecht in een springrol. Dus het is gewoon puur een basis eigenlijk. Maar het duurt meestal gewoon een champignon bestaat in 90%. Er komt marinadetje overheen, pressetje. En dan bij het voorgerecht het wel flangeren. Het is een beetje gaar zijn. Dit recept moet ik helemaal precies afwegen, anders kom je met je groentes, met je overige groentes niet uit. Dus dat is... Het zijn gewoon bonken, het zijn allemaal, ja niet, hoe zeg dat, kruimige aardappels. Ja, dus helemaal, dus met algen erin. Hoe moet je dat koken? Moeilijk leer koken, maar dit is meer zoutloos en op mensen inspelen dat je andere producten gebruikt als vervanging van. Dus hier gebruiken we algen in plaats van zout. Ja, een zoutproduct vervangt van natuurlijk product. Ja, ja. En dat doe je nu. Doordat je zeg maar ook andere vitamine die in algen zitten, die voeg je nu hier toe aan. Ook andere. En nu ga ik er zometeen kijken of die gaar is. Geef die broodjes mooi gaar. Je groen en dan ga ik een kleine broodje bakken op hoog temperatuur en heel kort. En lange broden lager, maar langer. Deze gaat nog heel even terug zometeen in de oven. En zorg ervoor dat hij eibinding geeft aan de broodjes. Dit is gewoon het pocheren van peren. Dus gewoon met suiker, water en wat wijn, wat specerijen aan toevoegen, wat vanille, kaneel, citroenzet. Geeft allemaal smaak aan de peer. En dan zometeen gaan we zachtjes garen op lage temperatuur. 121 graden, ja. Precies? Precies, niet 122. Dan krijg je net weer een ander suikerkristalletje, een ander vormpje, waardoor het net weer een ander smaakje krijgt eigenlijk. Precies 121 moet zijn. In januari heb ik weer meegedaan met de wedstrijd op de Horecava. En ben ik jong kok 125 geworden, ja. Als Nederlands kampioen van het zilveren koksmes. En hoe is je naam? Sebastian Schreuder. Dus daar moeten we rekening mee houden? Nou, uiteindelijk moet je met iedereen die hier deze opleiding doet rekening houden. Dat iedereen kan zo goed koken. Maar ik ga naar restaurant Schreuder? Misschien later wel, ja. Dat is wel de bedoeling, hopelijk. Wat voor gerecht heb je gemaakt? Ik moest een 3-gangen menu koken met een amuse. En vanuit een black box. En ik moest met rode mul, kals, lever moest ik werken, zwezerik, ribeye en een hazelnootcoulis. En daar heb ik net het winnende gerecht meegemaakt. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. De keuken wordt helemaal goed gereinigd en gepoetst. Vloer wordt gedaan, alles wordt echt topschoon gemaakt. En daarna wordt s'avonds ook nog een keer de keuken, aan het eind van de avond alles goed schoon gemaakt. En dan 's ochtends nog een keer door de huishouden. Ik dacht zo schoon, want eigenlijk als het gewoon op tafel ligt. Want hoe hoger je maakt, als je doorbreekt zometeen, hoe hoger die vloeistof is, hoe harder die uit elkaar valt, weet je wel. Stel dat je dan eens door zou breken, dan komt het natuurlijk in één keer over. Ja, die keer over de randen. Oh, op de rand? Ja. Zout heb je hierbij? Ga je? Hier komt alleen nog bloem bij straks? Ja, die boter. Dit doe je er ook bij? Niet anders dan alles. Ook nog zo goed. Ja. Als je nu meteen zou gaan kneden, dan krijg je dat lijmige, weet je wel. Ja, zelfs als dat je aardappelen in maken. Rolstok en plateau. Iedereen op schema verder? Ja. Rolstok en plateau. Ja, om hem in de oven te schuiven. Of met de hand helpen. Tof. Top deze dit. Drie,
je aardappels achtergehouden of vijzen? Ja, dat staat niet onder nog. Dan doen we alle gerechten, zetten we neer en dan gaat de bediening komt erbij met de wijnen. Dus checken we wijn-spice combinatie. De gerechten gaan we sowieso proeven of het allemaal klopt. Eventueel kan er nog wat aangepast worden dan. En dan begint het diner om 6 uur. Dus hebben we zelf pauze van 4:15 tot 6 uur ongeveer. En daarna gaan we voor de gasten, dan ga ik hier ook. 30 gasten? Ja. Eigenlijk wordt het nooit meer dan 30. En je bereidt voor 40? Ja, zodat we zelf dan extra proefpotjes hebben. Dus dat rekenen we altijd mee. Wij maken zelf allemaal de recepturen voor 10 personen. Thomas, wil je over die schorseneren checken? Op de pan. Dus de recepturen voor 10 personen maken we altijd. En dan doen meneer Meulenbelt en meneer Lammers de bestelling hier ook voor het aantal couverts dat er zit. Dus als we 20 couverts zouden draaien, doen ze onze bestelling een keer 2. Zo werkt dat een beetje. Want dan kun je dat een beetje familie maken, heet dat? Ja. Maar anders krijg je in één keer een grote shock. Het is kans groot dat het kan gaan schiften of iets. En zo meng je dat makkelijker door. Nou, dan is het wel heel simpel. Dan is het een kwestie van snel doormengen en dan ben ik klaar. Koffie crème is gelukt. Ligt koud. Ja, ik denk dat wij nog een handje nodig hebben. Even, we hebben ook eigenlijk alles, maar even puntjes op de i zetten. Ja, aardappels, chips, dat hebben we nog. Ja, aardappel nog, frituren, crème doordraaien. En garen van de knakker en de witlap. Dus ik heb hem om 4:30 echt over nodig. Ja. Dat is minuten. Wij hebben hem 7:30 nog. Als je dat even fixt met die schankers. Zo goed. Is jullie even... Yes. Ik ga de amuse uitleggen, die gaan we dan proeven, dan gaan we de entree uitleggen, de wijn uitleggen en dan proeven en dan gaan we verder met de pies. We beginnen met de amuse. Ja. De amuse is tortilla, met vadovan kruiden erin, er zit een salade van pompoen en appel in, Granny Smith, dus een zure appel, mayonaise van vadovan en een takje zuring. We hebben ook nog een cocktail in het kleine glaasje, dat is op basis van ginger ale. En Grand Marnier. Zo wordt hij geserveerd. Deze cocktail heeft Marel bedacht. Eigenlijk was het haar proeven, maar zij is ziekenhuis, dus ik neem het over. Met gember en limoen. Gaan we zo de cocktail even proeven. Wat vind je van de presentatie van de amuse deze manier? Leuk, veel. Ik vind het ontzettend leuk dat Tatia zelf gemaakt is. Echt heel leuk. Ze moet ook vermeld worden, vind ik, bij de uitleg. Vadovan. Ik zal vertellen wat het is. Indisch mengsel. Chef? Indisch specerij mengsel. Ja. Specerij. Nou, de amuse even proeven en dan gaan we verder met de entree. Amuse en cocktail. Hou er wel even rekening mee dat die wel alle minuut gemaakt wordt zometeen. Amuse, want het is wel een krokantje. En nu zit er al een poosje, een paar minuten maaien, op een salade. Die cocktail zelf geproefd, die wil er wat over zeggen? Ik vind hem heel sterk. Maar dat was dus echt bij mij. Ja, het is wel zo warm. Zo, het zit vooral voor je. Terwijl dat het. De Grand Marnier ten opzichte van de ginger ale valt heel erg mee. Er zit wel weer veel ijs in. Ja, dat komt misschien inderdaad omdat er geen ijs in zit. Ik voel wel echt wel lekker, hè? De frisheid, de kou van de cocktail. Ik ga hem fris maken. Ik vind hem ontzettend lekker namelijk. Maar vooral als het koud is met ijs. Ja, lekker, maar heel plat ijs is een beetje. Ja, dat is wel heel veel. Heel veel ijs is trouwens. Okay. Maar past al bijna voor het warm. Ja. Amus? Werkt ze het amus? Ja. Ja, het smaakt wel lekker. Die vorm komt heel mooi terug. Heel rijk, heel vol. Lekker hoor. Het moet wel alle minuut gemaakt worden. Ja. Het moet huis nog warm zijn als je meegaat. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling dat het. Tortillaatje zelf wel een beetje, je kunt ze misschien per 10 doen en dan onder de pas vandaan halen. Dat je ze daar een beetje warm houdt. Maar als het al een minuut kan, dan heb ik dat wel lust. Goed nazoten. Ja. Dat is wel lekker. Entree heb jij er? Entree is heekfilet. Heekfilet? In de steamer gegaard, afgebrand. Er zit een springrol bij met vervulling van Ducel en wakame.
Dat is een zeewiersoort. Schuim van rijst en limoen, grapefruit, maiknol en gepofte wilde rijst boven het schuim. Met de wijn beginnen we in Duitsland. Zuidwesten van Duitsland, Vals, Weissburgunde. Deze wijn hebben we al een keer eerder gehad, dus ik denk dat hij al wel een beetje bekend is. Veel zuren zitten erin. En ik vind het ook lekker zo, maar ik denk als er nog iets zuurte bij zit, dat het nog beter elkaar aanvult. En portionering vind ik heel mooi voor de twee. Het is smakelijk gericht hoor. Ja, een paar kleine aanpassingen denk ik voor vandaag. Moet jij even... Hallo Kiki. Dag, goedemiddag. Hoe kwam je op het idee om de spijs aan te passen naar de drank in plaats van andersom? Nou, we zijn nu op school, de Kaspijkers Academie in Almelo. De enige opleiding voor gastronoomstudenten, voor bediening. En wij spijzen heel veel op school. We hebben elke week wijnles. En aan de hand daarvan ontwikkel je dat een beetje. Dan leer je daarmee omgaan. Op dinsdag ben ik hier op school. En de rest van de week werk ik bij de Zwarte Ruiter in Holten. En daar ontwikkel je dat vooral heel veel. We proeven dan een gerecht en we drinken de wijn. En dan spar je met elkaar. En dan denk je van misschien is het mooi als we nog een zuurtje toevoegen aan het gerecht. Omdat die dan wel in de wijn zitten. Bij de wijn kan je hem niet uithalen, maar bij een gerecht kan je hem wel toevoegen. Dus dat doet heel veel. Ik vond het wel leuk dat bijna iedereen het met je eens was. Ja, dat is ook wel even bevestiging dat je het goed doet, inderdaad. En ik zit er ook wel eens naast hoor. Het is ook niet altijd goed, maar... Nee, gelukkig gaat het steeds beter en het wordt steeds meer eigen. Het wordt weer leuk. Gebraden, kompot van topinambour, gnocchi gefrituurd en gestoofd, witlof gestoofd, gepreste witlof, dus dat is een beetje fris gemaakt in de vacuumeerapparaat, met citroen en zout. En schorseneer glaceerd, aardappelchips en rode wijn jus. Dat was hem. De wijn. Wijn uit Australië. Margaret River. Deze wijn heeft veel kruidigheid, een beetje die aardse tonen. Ik denk dat dat heel goed past bij die schorseneer wat erin zit. Die witlof, die rode wijnzuur is denk ik ook wel een beetje kruidig. Ik denk dat dit goed bij elkaar past. Dit is net. Ja, dat is we gaan het ook vanuit de samen. Ja. Echt lekker, mooi. Ja. We zijn even twee flessen rode wijn ook met. We hebben nog wel sorry, een specerijen en kokken, helemaal hier. We hebben nog een beetje voor saus. Heel veel wijn al met Laurie. Het is het erg gebraden. Gebraden. De rijen, gnocchi, gebraden. Gebakken en gestoofd. Kompot van topinambour. Schorseneer geglaceerd. En een rode wijntje. Oké. Dat is heel leuk. Heerlijk. Smaakt het verder mooi uit. Ja, heerlijk hoor. Ja, hoe zou het? Ja. Oké, goed om te horen. Ja. Geniet ervan. Ja. Ja, we hebben er twee aan tafel. Hoop ik. Nou, het er rugje leuk. Het ziet er prachtig uit. Ja, met aardappelnokkie. Witlof. Een pot van topinambour. Topinambour. En rode wijntje. Alsjeblieft. Dankjewel. Geniet ervan.